Afgelopen dinsdag verzamelden zich in de regenachtige ochtenduren enkele tientallen dierenliefhebbers rond het veelbesproken terrein van boer Koekoek in de Bennekomse bossen. Zij protesteerden luidkeels tegen de wijze waarop het Tweede Kamerlid zijn daar aanwezige schapen en ponies volgens hen behandelt. Allereerst staan de dieren aan de ketting. En die kettingen draaien vast om stronken en takken, zodat hun bewegingsvrijheid ernstig wordt beperkt. Bovendien zou de heer Koekoek ze niet bijvoederen, terwijl er op het terrein niets anders te eten is dan wat dor bosgras. Toch zien ze er niet echt ondervoed uit. Vanwaar dan ook nu deze actie. Omdat 2 jaar geleden 3 ponies de hongerdood gestorven zijn op dit bosterrein hier. En omdat vorig jaar 2 ponies in beslag genomen zijn die tot op het bot vermagerd waren. En omdat in november eindelijk de broodmagere schapen en ponies die er nog stonden door Koekoek moesten worden verwijderd. Waar ze gebleven zijn weet niemand. Ik dacht dat de demonstratie duidelijk was gericht op het feit om te voorkomen de komende winter dat ze weer verhongeren. Zoals de dieren nu bij staan, denk ik dat dat redelijk is. Maar ze krijgen geen voer, dus ze gaan ongetwijfeld weer verhongeren. Ja. Waarom gebeurt er dan niks? Er is een feit wat tegengesproken wordt. Wij hebben dus dagelijks controle op deze dieren. Ik denk dat ze wel gevoerd worden. Misschien niet in die mate waar het publiek altijd verwacht. Maar u kunt niet zeggen dat deze dieren momenteel verhongeren worden. Men heeft hier gecontroleerd en het schijnt dat ze nooit gevoerd worden. Ja, wie zijn die men? Ik weet dat niet. Maar de politie houdt die wel controle. En dan wordt het dus wel gevoerd. Alleen deze demonstratie is er duidelijk op gericht, heb ik begrepen, om deze doffe ellende met de komende winterseizoen te voorkomen. En dit zijn dan de ponies waar het allemaal om begonnen is. Zo op het oog lijkt er niets aan de hand. Nu, op de dag van de demonstratie, heeft de Koekoek de kettingen losgemaakt en voor extra voer gezorgd. Is dat een tactische zet of worden de dieren inderdaad regelmatig bijgevoederd en is de actie alleen maar een hetze tegen de persoon van boer Koekoek? Hetze of geen hetze, een feit is dat de heer Koekoek niet de tijd wenste te nemen om naar de argumenten van de demonstranten te luisteren. Dat is toch mishandeling, dat mag toch niet. Dat mag Koekoek toch niet doen. Deze wijk is toch openbare wijk. Dit was foutief van hem, dit was niet te voorzien, hij wou gewoon weggaan. Nou, dan moet hij gebreken worden. Hij mag toch niet weg, omdat de bollen rijden. Hij mag niet op de rijden. Een auto. Nee, dat klopt. Wat om de ponies begonnen was, liep zo uit op een inmiddels veelbesproken en heel verschillend beoordeeld incident. De heer Koekoek, die achter zijn woonhuis op een weide nog enkele dieren houdt, gaf later zijn reactie op het gebeurde. En hij deed dat op zijn bekende, geheel eigen wijze. Nou, dat wil ik graag van u horen, wat u er dan nog van vindt. Kunt u daar een reactie op geven? Nee, geen gefotografeerd, dan doen we dat niet. Dat ding in afstand. Maar nee, maar dat fotografeer u ook niet. En dan ga je... Ik las u naar de openbare weg gaan. Dat wil ik kijken. Ja, oké. Las u naar de openbare weg. Vooruit. Maar vindt u dan gewoon dat er een hetze tegen u gevoerd wordt? Dat? Zeg, ben je nu ook naar de openbare weg gaan? Ik verzoek u eerst naar de openbare weg te gaan. Ja, ik ga zo naar de openbare weg. Ik belang. Dan gelast ik u naar de openbare weg te gaan. Nou, ik heb weten dat er niet zo gevoerd. Wij zijn allebei journalisten. Wij willen graag allebei de kanten horen van de zaak. Ja, maar we willen ook uw commentaar op horen. Nee, daar heb je niks in belang te. Ja, kijk, hebben we wel. Dat is niks van waar. Dat is helemaal niks van waar, want je weet wel dat ik een man ben die recht door zee gaat, die niemand een stroot in de weg legt. En dat weet je allemaal wel, dus al dat geroddel en zo, daar heb je echt sensatie voor jullie, weet je wel. En dan wil je mij ook nog eens even horen. Ik heb jullie niet nodig en ik hoop dat je ook kunt redden buiten mij. Kunt u dan 1 antwoord geven? Wat is er, waarom bent u gisteren op die groep ingereden? Ja, dat staat in de krant. Kunt u me dat vertellen? Nou, dat zijn de grootste leugens van de wereld. Wat is er dan werkelijk gebeurd? Dat is het enige wat ik van u wil weten. Nou, als dat dan zien we, heb je mij dan niet nodig. Dan kun je mijn auto toch zien. Als ik er op een groep in rijd, dan kan die auto niet onbeschadigd zijn. Kijk hierop, hier hebben ze ook een steen over gehoord. Staat de politie erbij. De politie die heeft demonstratie. Die heeft vergunning voor demonstratie. En dan sturen ze 2 waardeloze politieagenten. En die kunnen de weg nog niet vrijmaken, zeggen ze. En dan laten ze toe dat de ene voet met een steen en de ander met een cement. Oh, weer in hier. Oh. En dan wouden ze mij ook nog als de schulden gaan wijzen. Nou, dat zal nou heel moeilijk zijn. Ja. Laten we nou een eerlijk antwoord. Voert u die ponies?
Hoe kun je zoiets nou vragen, man? Ben je toch een stomme vent? Voert u ze bij? De mensen in de buurt zeggen, u voert ze niet bij. Ik bedoel bijvoeren, hè? Dus behalve dan wat ze kunnen eten daar op het terrein zelf. Nou, mij geloof je toch niet. Mij geloof maar zegt u dan... Kom dan hier maar in kijken. Je gelooft me toch niet. Voor die paar ponies haal ik zelf eindelijk een zakbrood. Ik heb net een halve brood, heb ik net even dus zeg maar anders schapen gegeven. Hier heb ik er ook maar drie. Oh, dit is een klaar 6 ponies. Ik heb maar een paar. En ja, waaronder een vulding. Ja, hier lopen dan ook. Ja. Waarom laat u die andere ponies niet op deze groene, sappige wei staan? Omdat ik dat uitmaak en niet jij. Eigen wijze vent, gaat nu ook er maar af. Ook van trein af. Goed. In ieder geval, hartelijk dank. Ja, helemaal in dank. Helemaal in dank. Graag. Bedankt voor het commentaar. Graag gedaan. Tot ziens.